Welke gevolgen had de aanleg van de Atlantikwal voor inwoners van Westland? Dat staat haarfijn beschreven in het boek Van Glazen Stad tot Duitse Vesting. Het Westland en de Atlantikwal 1941-1950. Maandag is het boek onder grote belangstelling gepresenteerd in het Westlands Museum in Honslersdijk. De Atlantikwal is een verdedigingslinie van de Duitse bezetter in de Tweede Wereldoorlog. Die loopt van Noorwegen tot de Frans-Spaanse grens. Hoek van Holland ligt in de oorlog op een zeer strategisch punt en wordt zwaar verdedigd. Er komen twee tankgrachten die dwars door Westlands kassengebied lopen. De gevolgen zijn gigantisch, ontdekt schrijver Geert-Jan Mellink. In zijn onderzoek stuit hij op het verhaal van Kees Groenewegen, die als driejarige jongen op een paar honderd meter van de tankgracht woont. Het gezin moet weg, zodat de Duitsers een vrij schootsveld hebben. We moesten 25 november 1942 moesten we uit huis zijn. En drie dagen daarna is mijn jongste zus geboren. Dat betekent dat er natuurlijk toch wel paniek in huizen Groenewegen geweest moet zijn. Dat kan bijna niet anders. Fotograaf Peter de Krom verzamelt foto's van de Atlantikwal in en rondom Hoek van Holland. Eerst schamen de Duitsers zich voor de bouw. Later gebruiken ze de verdedigingswerken als propagandamateriaal. In het boek staan ook veel niet eerder gepubliceerde foto's. Verder spreekt de directeur van het NIOD, het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie. Hij gaat in op de toenemende belangstelling voor het onderwerp Tweede Wereldoorlog. De generatie die oorlog heeft meegemaakt, die had geen plekken nodig om zich die oorlog te kunnen herinneren, want ze hadden ze middenin gezeten. Dat geldt niet voor ons. Wij hebben als het ware hulpmiddelen nodig. We hebben ankerplaatsen nodig waarop we steeds, waar we als het ware onze herinnering aan kunnen vastknopen. Wethouder Piet Vreugdeel is diep onder de indruk van het boek. Hij is mede-auteur van het werk Gemeente Naaldwijk 1940-1945 en heeft dus veel kennis over de Tweede Wereldoorlog. In 2020 is het 75 jaar na de bevrijding. Westland zal daar volgens Vreugdeel uitgebreid stil bij staan. Zo is er een plan om dan wandelingen te organiseren langs plekken die herinneren aan de oorlog.